Ben je, doordat je die verliezend finalist bent, extra gebrand om, uh, om wat van dit toernooi te maken? Dit knvb toernooi? Nou, extra gebrand. Ik ben altijd uh, heel gebrand, dus uh, ik denk niet dat er nog meer bij kan komen. Nee? nee? Nee, want je wil gewoon elke wedstrijd ga je met dezelfde uh, drive in? Ja. Ja? ja. Maakt niet uit tegen wie het is? Nee, maakt niet uit tegen wie het is. Het is nu in dit geval tegen ADO Den Haag, uh, een team dat <coughs> afgelopen weekend uh, een punt te halen tegen Ajax, wat kunnen we daarvan verwachten, van die tegenstander? Ja, ADO, uh, een goede ploeg. Uh, ja, ze spelen niet voor niks gelijk tegen Ajax. En uh, ja, ik denk dat het gewoon een versterking is voor de, voor de Eredivisie. Ja, dus het is een wedstrijd die heel serieus genomen moet worden. Hier in de Kuip ook. Dit is een wedstrijd waar jullie op volle kracht in gaan. Ja, ja zeker. Uh, je moet alle wedstrijden winnen in de beker uh, om in de finale te komen. En uh, ja, iedere wedstrijd is voor zich. In de het is een avond, avondwedstrijd in de Kuip. Maakt het dat extra bijzonder zo als het donker is met die grote, grote stadionlampen aan te spelen? Is dat extra mooi? Ja, het is wel mooi. En uh, de sfeer die erbij komt kijken natuurlijk. Uh, ik denk dat Ado uh, ja, een moeilijke avond uh, tegemoet kan